Goed. Kunnen wij drie kamers kiezen. Oké, laat eventjes hier in het begin even hallo zeggen tegen de mensheid thuis. Hallo mensheid thuis. Hallo mensheid thuis. Hallo. Hallo mensen thuis. Hallo mensen thuis. Nou, we zitten allemaal bij dit spel. Hallo. Hallo. Goed. We gaan Escape First spelen. Er is ook al Escape First 2 uit, maar daar heb ik geen geld voor. En dit is een Escape Room spel. We gaan dadelijk een Escape Room in en we moeten met ons vieren. En dat is hier, in deze hoek. Petski. Dat is hier. Hallo. Hallo. Hier is Bas. Bas. Nee. Staat... Nee, ik wil niet. En hier is Clippy die hier weer aan het... Waar? Oh hier. Hallo. Hoi. Oh jee. Zet de kamer uit. Zet de kamer uit. Goed. We kunnen kiezen uit drie kamers. Ik vind de red button wel interessant klinken, maar ik ben niet de host. Pushy pushy. Ah, moet ik de red button? Ja? Kan ja. We die doen? Okay, ja, 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 ja. Dat heb ik nu eventjes besloten in mijn eentje. Oké. Okay. Oké, okay, Chris, zet je meest sensuele stem op en lees maar voor. Hallo! One room, one door, one bloody knife. What's going on? What happened last night? You need to know. Are you sure you want to know? You need to leave. Be careful though. No matter what happens, don't press the red button. Oeh, een button. Oeh, een button. Press it. Maar ik denk dat de oplossing gaat zijn. Ja. Ja. Die gaat als eerst op de goede knop trekken. Oké. Oh, ik ben er. Zit jij in de kast? Oké. Okay. Ik ben uit de kast. Hallo. Oké. Hier hangt iets aan de muur. Dat is een, hier kan een puntig voorwerp in. Een puntig voorwerp? Ah. Ja. Hier is een cijferslot. Hier staat dat op de muur. Oeh. Mag ik op de knop drukken? De F en Y button. Waarom is dit... Waarom kan ik niks? Wat is de knop om iets te doen? Hey? Linker muisknop. Linker muis, maar die doet bij mij niks. Oh nee, ik druk op de knop. Wie drukt op de knop? Oké. Gewoon een lijk uit de kast. Jawel, een lijk met één arm en één been. Linker kast, even een slot. Ik kan eraan. Ik heb een mes laten vallen. Wat een herrie. Oké, we moeten een code invullen. Uh-oh. Wie deed de kast open? Ik, hè? Nee, waarom doet dat bij jou? Dat is bij mij ook wat. Oh, hier is nog een code. Waarom kan ik dat twee codes? Het is wel druk hier in dat kamertje met z'n vieren. Ja, ik vind het een beetje claustrofobisch worden zo. Maar goed. Hier hebben we hier tekens. Ja. Op de muur. Op de muur. Zijn we klaar voor de kast? Moeten die kast aan de kant zijn misschien? Als iemand weet hoe. Wat is dat? Ja, ik doe dat op het knopje, denk ik. Oh. Hey, ga eens weg met dat mes. 0-0-0-0. Oké, maar wat zou een mogelijke code zijn? Die... Wat? Wacht, drie pijltjes. Ik zie niks! Nee, wel niet. Goed, het enige dat ik zie is hier op de muur, dus misschien is dat inderdaad een... Ik denk dat het enige is, want volgens mij kunnen we verder niks. Ik zie hier een 1 staan onder de deurklink en hier nog een... Waar zie jij dat? Onder de deurklinkjes die nu dicht zijn van de kasten. Oh. Oeh. Kijk. Er lijkt ook nog iemand op. Oh ja. Oh ja, inderdaad. Oké, dan is de code 1111. 1-1... Oh, wacht. Wat? 1-1. 1-4. Iemand duwt me. Nee, niet 1-1. Nee, dat ook niet. We moeten toch iets met dat licht kunnen. Brand nu iets, schijnt nu iets. Ah, hier! 7-4-5-3. Op dat luik boven. Ja. 7-4-5-3. Dat is, probeer die eens. Maar is dat die van deze deur? Ja hoor. 7, oh god. 4, 5, 3. En? Ja, 1 is open. Die, hoppa. We hebben hier een hendel. De hendel moet hierop. En dan draai ik. En dan? Oh. Oh. Hier is een mooie... Ik kan weer een tweede kant doen. Hoi. Wacht, hier is een code. Op de terugweg. Kijk. 5762. Hè? Wat zie je die dan? Hier. Dat is voor deze deur. Ja. 5762. Oh, daar. Dat is in de...
Ja! Maar ik wil toch op de knop drukken. Ja, ik ook. Nee. Nou. Je moet gewoon simpele... 3. Het spel is heel simpel. Bas en ik zijn terug bij het begin. Oi, Patski ook. Hoe kan dat? Omdat... Niks. Het is game over. Dat is... Niks de game over. Wacht, wat was het deze? 7, 3, 5, 2. Nee. 7, 5, 4, 3, nee. Ja, 7, 4, 5, 3 was deze. En moet de kluis open, heb je daar een hand, een hand moet daarin. Die moet je opendraaien. En dat is 5, 7, 6, 2. Heb je de Bob geschreven ofzo? Nee, ik zie dat hierachter. 5, 7, 6, 2. 5, 7, 6, 2. Wat was het nog een keer? 5, 7, 6, 2. En we zijn in een nieuwe kamer. Waar clip je al lang is. Ah, ik zie jullie weer. Ja. Hij was al 3 uur verder. Oeh, een knop. Zullen we drukken? Maar waarom is het zo donker? Hallo. 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 Welkom. Oh, hallo. Hier is 5... Hier is 5159. Wacht, het is op de klok, is het 8:30. Wat? Nee, man. Kijk op mijn mobiel. Ik heb hier... 3 of 8. Hebben we ergens een slot met 3 cijfers? B52 zie ik hier staan en iets. Oeh, ik heb een doos gevonden met lampjes. Oh. Ik heb een brief gevonden. Oeh. Ik heb hier brief. Ik heb hier kleurtjes. Ik heb hier ook een kluis. The Vault. Wat was dat? Dat was dat was WhatsApp, mijn excuses. Nee, dat was ik echt serieus. Oh, is er ergens een sleutel? En waar is een sleutel? Ik heb geen sleutel. Hier is een slot. What happened? Rum, wine, whisky, vodka. Wat gaat er open? Als ik op die knop druk, wat gebeurt er? Zo. Oh hier, dit gaat open. Kijk. Wat is de linkse ging, ja, die ging ook niet open vanzelf, maar goed. Oh, maar dat doet niks. Nog eens het... De button? Een licht aan of uit. Wat hebben we geopend met die code? Hey, ik heb hier een briefje met iets op. Ik heb ook een code gevonden. Dus 2463. I didn't find the courage to press the button. It's a crazy alcoholic that is playing with my mind. I never should have stopped at this farmhouse to ask for help. Sorry, 2468. He comes every day at 9 o'clock and takes... Ooh. Ooh. Nope. He comes every day at 9 o'clock and takes one of us. I only managed to learn one thing. His favorite drink is important. Shit, okay. Dit is een hele goede tip. Deze moet jullie ook bekijken. Hier, papier, op de grond. Dat bepaal ik zelf wel. Nee, want het is iets met het is iets met 9 uur. Iets met 9 uur, dus dat heeft er iets mee te maken. Oh, wat wens. Maar blauw, 4. Kijk wat? De schilderijen blauw, hier. Blauw, je hebt je buttons en de schilderijtjes. Ja. Dus 4 blauw. 4 keer blauw, 4 keer blauw, ja. 7 groen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 keer geel. 1, 2, 3. Nog kut, zou het aan en uit zijn? Dat oh, wacht. Niet. Nee, dat weet ik niet. Kut. Dat was het dus niet. Maar daar moeten we inderdaad ook iets mee doen. Maar in dit geval... Het zijn allemaal cocktails, maar we weten niet welke dat we moeten hebben, denk ik. Dit is een Cosmopolitan. En dit is een B-52. En ik heb hier nog die brief gelezen, maar... wat is dit? Welke cocktail is dit? Welke cocktail is dit? Kijk je naar? Aan de muur, kijk naar de muur. Oh, ja. Hier hangt een cocktail. Wat? Inderdaad. Appel, citroen, vodka, whisky, rum, wijn. Oké, okay, dat is niet de Cosmopolitan, dat is hem niet. Appel, nee, het zijn tomaten, denk ik. Dat gaat de B-52 zijn, let maar op. Nee, dat is liqueur, dat is hem ook niet. Waar is die andere? Is er nog niet? Hebben we nog meer? Hier ligt die Cosmopolitan. Ja, dat is hem niet, hè. Hoe kun je dat wel lezen? Oh, hier liggen er nog. De Bloody Mary zou het zijn. Bloody Mary. De Bloody Mary. Wie. Ik heb hier de gin fizz. De gin fish is gin, juice, lemons and carbonated water. Fish in een cocktail. Let me smeren. Oh, hier ligt nog wat. Een foto. Een foto. Een foto van het been. Oké, maar anders moeten we alles op de tafel leggen. Ja. We leggen alles op de tafel. Ja, maar kan ik zo... Rode knop. Maar dat past niet. We moeten daar iets in leggen.
in die vakjes hier. Ja, ik denk dat dat die de ingrediënten van de cocktail, maar die bestaan niet. Ja, misschien liggen die in deze kist of zo. Dat kan ook, ja. Hey, Ja, meneer, zeg eens. Hey, ik heb een nieuw briefje, maar dat hebben jullie al lang gelezen. Do you remember the number that was on the corpse? Staat hier. Ah, crap. Ik weet niet waar dat briefje vandaan komt, maar dat ligt hier gewoon. The number on the corpse. Ik heb daar eigenlijk je nummer op gezien. Nee, gewoon niet. Ja, dat was... Even teruggaan. Dat was wel een foto van zijn been. Ik heb de knop geklikt. Waarom kan ik niet de knop klikken? Hier, daar gaat het ding open. Hier een kastje. Oh, het is 2018. Wat hè? Is de number on the corpse. 2018. En waar was dat briefje? Dit kleintje. Ja, nee, die ja, was... Ja, ik heb de kluis open. Ja, 201. En daar heb je blokken. Oké, okay, en dat is dan 3, 7, 5, 9. Ja, ik heb hier 5. Oh, oeps. Nee, die moet op de grond hier. In die... Ja. Ah, in jou. Ja. Ik heb 3. Waarom kan die daar zo moeilijk in? Ja, moet je mijn vingers... Dat wordt 7 komt boven en 9 komt onder. Ja. Doe. Nee. En daar heb je een huisje. Oeh. Een huisje. Een huisje, ja. Een huisje? Waar is een huisje? Ik zie geen huisje. Hier, op de grond. Ah, oh, daar. Hallo. Oh, ik kan bukken. Oh. Een buk? Er staat gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op, met 0 boven. Moeten we het ergens ophangen ofzo? Kan het ergens ophangen? Ik laat hem vallen. Ik heb een vraag. Hebben we die code op dat schilderij al gebruikt of zeg niet? Nee, maar ik kan ergens voor gebruiken, want ik kan 2468. 1, 2, 3, 4, dat is 10. Nein! Wacht, misschien kunnen we hier nog eens een combinatie, maar dan snap ik niet wat die zet doet. Ah, waarom is dat zo moeilijk? Maar laat vallen dat huisje, kun je het in vast doen? Ja, ik heb laten vallen. Ik wil de, ah ja, want hij hem dadelijk ook nog eens zien. De 4 en de 5 en de 9 zijn op een of andere reden zijn niet groen. Ja. Oh wacht. There once was a painted little house surrounded by number. Next hint in 300 seconds. Ja, dat is de code van dat schilderij dus waarschijnlijk. Ja, klik daar eens op 2, 4, 6, 8 op het huis. Ja, wacht. Kun je daarop klikken? Nee. 2, 4, 6, 8, ja precies. Ja. Die moet je gewoon groen maken denk ik. Wacht, ik kan het wel proberen. Oh. Hallo. Fucking moeilijk. Och jong. Je kunt ook gewoon controle en dan ga je gewoon bukken. Ja, dat heb ik al gedaan. En nu is die ik heb 2-4-5, shit. Ja. Hey, wat gaat op? Hierboven. Pillen. En een schroevendraaier. Oh, dat, ja. Dan was dat goed. Ik heb een schroevendraaier. Och, waarom hadden we een hint gevraagd? Dat was niet leuk toch? Yes. Hop, bitch. En hier heb je een schilderij met rode knappen. Jee, daar hebben we eentje met 4. Dus alright, dus dan is het... Oké, okay, het is 4 keer blauw? Ja. Ja, maar wacht, dan... waar staat dat die blauw eerst moet? Nee, ik denk dat het de code is. Alleen dan gewoon met eenheden. Dit is 4 blauw en dan 1, 2, 3, 5, 6, 7 groene en dan 3 bruine? Ja, en dan? Ik weet niet wat de kleur is. Geel. Geel dan? En dan? Okay. Dus hebben we nog en eentje? Dan is het 1, 2, 3, 5 blauw. 5. Rood, sorry. 5 rood. Nee. Okay. Alleen maar al een beetje, want... We moeten eerst nog iets met die kist, hè? Die kist is lopen hier. 1, 2, 3, nee, deze. Deze kist. Okay. Deze hier. Oh, doe daar eens 4, 7, 3, 5 in. Ja. Dan krijgen we pillen. Volgende pillen. Ja, die heb ik ook. Ja, ik heb ze vast. En die hebben we nodig. Met ZZ en groen en geel. Hier staat nog een code in. Ah ja, wacht. Hoe zoom ik? Also, ik heb ZZZ. Ja. En dan blauw en oranje. Nee, ik heb groen en lichtgroen, donkergroen. Ja. Ja, geel en groen volgens mij. Ik weet het niet. Mm. Maar dan? Welke twee kleuren had jij nu net, Ruud? Blauw en oranje. Wat is dat papier op de deur? Er staat A, A en dan...
Een glas met twee stofjes die eraan toevoegen. Iemand dat gezien? Nee. Yes, oh, goed zo, kijk. Kutje. Maar ik weet niet van wat. Ik ook niet. Oh. Was dat deze? Nee. Ik heb een sleutel. Oh, hier. Oh, kaart. Wie wil lezen? Oké, je moet het eerst draaien, ja. Zijn we Bloody Mary? Gezellig. Ja, ja, dat zei hij. Using them for dark ritual. You can meet Bloody Mary if you bite 3 times. And scream her name 5 times in the front of a mirror. The spirit will come and claw your eyes out. Oké, daar hangt een spiegel. Ik schreeuw wel. Ada. De schoeldraaier ligt Bloody... hier op de stoel. Hoe vaak moest ik het doen? 5 keer, hè. Maar we moeten het licht ook 3 keer aan en uit kunnen doen. Maar dat kunnen we niet. Nou, we weten nog niet hoe. En wat hebben we met die pillen gedaan? Die knop hebben we dus nog niks mee gedaan. Die pillen hebben we gebruikt voor het kastje hieronder open te maken, met die kleuren. Hebben we al eens op die grote, rode knop gedrukt? Ja. Wat ging ik nog niet. Jawel, want dat ging dat kastje mee open toch, ja. Daar begonnen we mee zoiets. Moet ik een hint vragen? Nee. Hij doet niet aan hints. Het is 8:30. Ja, zijn pas bezig. Het is nee, 21 nee, over 8. Ik bedoel op de klok. Hier op de klok. Ja, mijn mobiel is het 21 over 8. Je hebt al gelijk, zo'n half uur komt die gast ons ophalen. Wacht even. Waarop? Wacht. We hebben hier onder staat een A en een drankje. En onder staan 4 streepjes. Dus... De laatste twee moeten het... drankje zijn, de ingrediënten van het drankje. En we hadden 1, 5, 2, 4, dat is de 10, dus 12. Dus de laatste twee is de 1 en de 2. Dan hebben we de eerste A en de tweede A nodig. Alleen die weet ik even niet. Holy fuck. Ik kan er heel weinig van horen. Het zal. We geloven je. Het klinkt overtuigend in ieder geval. Ik heb de Bloody Mary vast. De kaart. Ja. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nee. Zou die spiegel Discord geconnect zijn? Denk het wel. En daar vraag ik me... Nou, dus 2. Jongens. Ja. Willen we nog doorgaan? Ja. Waarom niet? Nee, als in van, willen jullie de oplossing weten? Nee. Hoezo? Nee. Maar... Waarom zou jij de oplossing weten? Omdat ik op denk ik al weet. Waar is die... Maar, waar. Heb je het opgezocht of vandaag weet je het gewoon? Nee, ik ben even zelf... ik heb even een brain fart. Nou, voortzins. Ik kan maar... Hero. Nou, kom. Ik had net op de deur... Op de deur hebben we die twee A'tjes staan, toch? En, ja. en de laatste twee streepjes zijn ondertekend met het drankje. Ja. En ik zei dat de laatste twee mogelijk 12 kan zijn. Ja. Maar hoe kom je bij die 12? Omdat de ingrediënten opgeteld 12 is. Oké, ja. En dan die A's. Vervolgens, dat is de laatste zin die net Chris zei, was... You can also meet Bloody Mary if you blink the light 3 times and you scream her name 5 times. Dus 3, 5, 1, 2. Probeer het eens voor... Ja, oké. Okay. Probeer het eens. Echt serieus, dus... Ja, echt heel goed. Ja, no way. No, heb je het opgezocht? Heb je het opgezocht? Nee, 100% niet. Ik heb het niet opgezocht. Heel goed. Mind blown here, what the fuck. Freaking creepy dit man, oh nee. Hey, dat heb je wel prepare for a jumpscare. Dat is wel Ik stop ermee jongens, ik ben gewoon hier een genius, ik stop er gewoon bij die grapje. Moet ik Wat moeten we hier aan vullen, Bas? Yay! Button! Lieber drukken. Congratulations, thanks for playing. Dat was het. Nou, dat was het. Yay! Thanks for watching. Hey, abonneer je, like deze video. En subscribe. Subscribe, abonneer, leef een lange comment achter. Misschien kunnen we een prijsvraag doen de volgende keer. Elke keer mag je meedoen. Commentaar selecteren die mee mag spelen. Ja, dus weet je de volgende vraag, welk nummer stond... Oh nee, wacht.
Wat? Waar? Dat is de som van... Opnieuw. Nee, welk nummer stond op het... stond op het eik? Nee, want dan kunnen ze terugkijken. Ja, dat is toch de bedoeling. Wat is, moeilijk zijn. Wat is de som van alle nummers die in deze video voorbij kwamen? Oh ja. Dus jij gaat het even uittellen, Ruud. Oh ja, kun je het niet doen. Nee, zeg maar Ruud. Ja goed, welk nummer stond op het lijk? De mens. Witter. De persoon die dat goed heeft. Ik denk niemand. Die mag meedoen. Volgende keer. Dan gaan we of Lost in Time doen. Of we gaan Psycho Circus doen. Hoe? Psycho Circus. Die ene echt verkocht en die andere niet echt. Lost in Time of Psycho Circus. Zo ben je. Die zou ik doen dan, ja. Maar de laatste. Psycho Circus. Lees het voor. Wie? Ik? Ja. After attending a spectacular performance at the Circus de la Luna, you find yourself trapped inside the clown's quarters. In a few minutes, his show will end. Will you be able to find his spare key and escape before he returns? Everyone knows that clowns don't like other people touching their stuff! Mm. Keep hell it. Yeah! This hell yeah, bitch! Let's see how we're doing.